Hey, goedemorgen. Welkom op ons YouTube-kanaal. Wij zijn Johnny en Jeno en wij nemen je mee in ons dagelijks leven. Ik ga nu eventjes een ontbijtje maken. Ja, dus nu loop ik eventjes door het washok doorheen om dus beneden in de keuken ons ontbijtjes klaar te gaan maken. We hebben eigenlijk boven ook wel onze eigen woonkamer, onze eigen badkamer, onze eigen slaapkamer, een eigen toilet. We hebben zelfs een logeerkamer. We hebben ook nog een klein keukentje, maar het is nog net gewoon handiger om gewoon hier beneden in de grote keuken iets klaar te maken. En wij drinken altijd lactosevrije melk, of wij altijd sinds kort drinken lactosevrije melk. Ik vind dat gewoon beter, want anders als ik eigenlijk gewoon melk drink, krijg ik heel vaak uitslag. En bij lactosevrije melk heb je daar geen last van. Trouwens ook, als jullie soms misschien vogels horen, kijk, hier dus het grijze vogeltje is madammeke. En het gelige vogeltje is Janneke. Maar ze maakt altijd heel erg veel lawaai. Ziezo, ons ontbijtje is klaar. Kijk, en dan gaan we nu het ontbijtje naar Jeno brengen. Goedemorgen. Goedemorgen, alsjeblieft, schat. Dankjewel. Dat is eigenlijk ontbijt op bed, dat is eigenlijk wel dagelijkse gewoonte voor jou. Meestal maar Jeno nog gezellig een beetje in bed ligt terwijl ik ontbijt maak. En dan ga ik daarna nog mijn ontbijtje opeten in bad. Dat is waar. Allee, smakelijk. Smakelijk. Nu zit ik dus in de auto, want ik ga dus dadelijk nog naar de gezichtsspecialiste. Die gaat dus eigenlijk mijn gezicht terug een beetje reinigen. Dat is heel goed, want ik had de laatste tijd heel veel last van puistjes, zoals je hier ziet. Echt heel veel last van mijn puistjes. Ik weet ook echt niet waarom. Ik heb niets anders gedaan dan anders. Maar ze gaat dus nog eens mijn gezicht heel erg goed reinigen. En misschien zelfs nog wel een paar van de oneffenheidjes wegsnijden. Maar dat is nog niet zeker, want dat ik net ook heel erg veel pijn ga doen. Maar je zult het straks wel zien dan. Ik weet ook niet of jullie dat soms ook zo doen, zo een gezichtsverzorging of zo. Ik vind het wel heel erg belangrijk om toch geregeld zo je gezichten even goed te reinigen. Zelf doe ik dat vaak ook wel met zo'n toner tap. Dat is zoiets dat je in stomend water moet doen. Moet je bij je hoofd zo boven hangen en een handdoek over je hoofd. Dat vind ik al heel erg goed voor echt zo je poriën helemaal open te zetten. Maar ik vind toch zo'n gezichtsbehandeling ook wel heel erg belangrijk om toch alle oneffenheidjes in je gezicht even weg te hebben. Als jullie dat ook doen, laat zeker wat iets achter in de comments hieronder. Want ik ben heel erg benieuwd eigenlijk of ik nu echt de enige ben die zoveel met haar gezicht bezig is om vaak maskertjes te zetten en dat te reinigen en zo. Dus ik ben eigenlijk echt wel heel benieuwd of jullie dat ook doen. Volgens mij is het ook trouwens de eerste keer dat jullie met mij alleen in de auto zitten. Normaal gezien rijdt Jeno bijna altijd. Het is trouwens ook eigenlijk Jeno zijn auto die ik nu mag gebruiken. Want ik heb ongeveer een half jaar geleden denk ik nu een best een zwaar auto-ongeluk gehad. En ik ben dus twee keer in de vangrail gevlogen. En ik heb uiteindelijk toen besloten om toch niet opnieuw een nieuwe auto aan te kopen. Omdat we, Jeno en ik, wij zijn toch bijna altijd samen op pad. Dus we hebben eigenlijk niet echt twee auto's nodig. En ik ben ook nog altijd niet echt een held in het verkeer. Na dus eigenlijk het auto-ongeluk ben ik nog altijd heel erg bang als het regent. Omdat mijn auto-ongeluk gebeurd is door aquaplanning. Ik was op buiten straat aan het rijden. En in één keer neemt dus dan de auto gewoon één keer het stuur over. Waarmee hij begint helemaal eigenlijk te slippen. Ik ben voor heel erg lang stuk beginnen rond te draaien, te slippen. Ik ben twee keer in de vangrail gevlogen. Mijn auto was dus per totaal. Ik had gelukkig enkel alleen maar een whiplash en de schrik heel erg goed te pakken. Ik durf ook helemaal niet meer 120 te rijden op de autostrade. Ik rijd echt nog maar maximum 100. Dan lijkt het al alsof ik heel erg snel rijd. Misschien is het ook wel goed, want zo lijkt het wel net of ik ietsje defensiever rijd. Zeker als ik maar 100 rijd, kan er natuurlijk ook minder snel iets misgaan. Maar ik heb toch altijd een klein hartje als het regent of als het heel erg hard waait of zo. Maar ik denk dat dat ook wel normaal is. En soms gebeurt het zelfs nog dat ik er zelfs nachts nog over droom. Dat ik echt nachtmerries heb om opnieuw dat moment te beleven van hoe het was eigenlijk toen de auto-ongeluk. Ik denk dat dat iets is dat ik gewoon de hele leven zal meenemen. En ik zal altijd denk ik gewoon voorzichtiger zijn als het regent. Ik denk misschien, dat is misschien een raar verhaal. Maar dat is iets, dat je neemt dat gewoon mee in je leven. Dus als je zelf ook ooit een ongeluk hebt gehad of je bent misschien al ooit gevallen met je fiets toen het regent. Dan ga je vast ook wel begrijpen dat je dan daarna extra voorzichtig bent. En dat heb ik ook dus nu. Dus ik heb het zelfs zo erg dat als Jeno auto rijdt en het regent en Jeno rijdt met auto en hij rijdt toch 120, begin ik helemaal in paniek te geraken, want dan vind ik het al veel te snel en ben ik zo bang. En kijk, de zon komt toch ook nog door vandaag, dus ik kan mijn zonnebril opzetten.
Ik had een nieuwe zonnebril uit Orlando. En dat is denk ik nu de tweede keer dat ik hem kan opzetten gewoon. Dus kijk, mijn nieuwe zonnebril. Here comes the sun. Here comes the sun. I say, it's alright. Ik ben nu net aangekomen. Ik moet nog wel heel eventjes gaan zoeken. Want ik weet gewoon niet waar dat is. Ik loop hier eigenlijk zonder jas rond, maar toch waait het nog best wel hard. Ik had het zonnig even. Dat gaat zo, zo zonnig, maar dat het wel warm genoeg zou zijn. Ik werd net overgelaten door iemand. Kijk, ik heb het hier gevonden, dus ik ga jullie glimpjes verlaten. Maar ik zal straks wel vertellen hoe het was. Kijk, ze heeft dus toch in mijn huid moeten snijden. Dit is het resultaat. Het doet echt enorm veel pijn eigenlijk. Het is eigenlijk niet echt snijden. Het is eerst met zo'n heel scherp pinnetje zo eronder gaan. En oh, dus ik hoop dat het snel weer beter gaat gaan. Nu brandt het zo helemaal. En zo tintelingen en zo, ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen. Het brandt helemaal een beetje dikker ook. Dus ik denk dat ik nu thuis een beetje ijzer ga opleggen. En hopen dat het snel weer weg gaat, want dit ziet er echt niet uit. En ja, ik kan natuurlijk ook heel moeilijk make-up aan doen nu. Want nu heb ik allemaal hele kleine wondjes. En ja, maar het doet wel heel, heel veel pijn. Oei, 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 oei. Laat eens zien. Ja. Kijk. Oh. Hey, maar gaat het nu nog genezen? Want nu zijn er inderdaad heel veel vuile bolletjes. Gaat dat bijvoorbeeld morgen weg zijn? Dat weet ik niet. Ik hoop het. Het ziet er echt heel lelijk uit en doet heel veel pijn. Dus. En wat heb je hierbij? Dat is een ijsblok. Nou ja, voor het helpt tegen de pijn. Wat ga je nog doen vandaag? Ik ben aan het Netflixen. Maar ik vind niks om te kijken. Dus als iemand een ideetje heeft voor een goede serie of zo, laat mij zeker weten. Of een leuke film, laat mij zeker weten. Want ik vind het altijd zo moeilijk. Er zijn zoveel verschillende keuzes op Netflix, dat ik nooit iets kan vinden gewoon. Dus. Zullen we dan maar de vlog afsluiten? Ja, lijkt me een goed idee, want het ziet er echt niet uit. En het doet echt zoveel pijn dat ik echt liever met een ijsblok tegen mijn gezicht lig. En ja, ik hoop dat het morgen wel wat beter is. Dan kan ik jullie terug normaal toespreken. Oké, wens Jolien een beetje beterschap door een duimpje omhoog te doen. Laat eens in een reactie jouw favoriete Netflix-serie weten. En vergeet je niet te abonneren mocht je dat nog niet gedaan hebben. Tot morgen! Tot morgen! Bedankt om te kijken naar deze video en als je meer wilt zien, dan klik je maar even op een van deze buttons.